Op social media is er melding gemaakt van de dood van de 14-jarige M. Wongso Pawiro. Volgens de berichten is zijn dood te wijten aan een gevaarlijk spelletje op het internet, de Karoshi Suicide Salaryman. De tiener heeft zelfmoord gepleegd met het jachtgeweer van zijn vader. Naar wordt aangenomen is de jongen overgegaan tot de daad door een opdracht uit te voeren van het Japanse samurai-spel. De publiciteitsdienst van het Korps Politie Suriname deelde de gemeenschap mee dat het onderzoek in deze zaak nog in volle gang is en dat de exacte aanleiding nog niet bekend is. Een jaar terug ontstond er tumult al over een spel op het internet dat Russische jongeren opriep zelfmoord te plegen. Dit spel heette The Blue Whale. Dit maakte dat de Russische president Poetin een wetsvoorstel heeft goedgekeurd dat het bezitten, maken en verspreiden van zulke websites verbiedt. Ook de Surinaamse regering heeft de wet elektronisch verkeer in september 2017 goedgekeurd. In deze wet staan de regels over het rechtsverkeer langs de elektronische weg. Niet duidelijk is of deze wet onze jeugd ook kan beschermen tegen deze internetspelletjes.